fles heb je. Water. Farm fresh milk. De vraag is alleen. Is dat hier stoes? En is het ook wacht. A, 9B, maar hetzelfde. Oh. Joehoe! Dag mevrouw. Dag. Ziet geen van de VU? Ja, van de VU. Van de VU? Hier even en weer, hè? Ja, ik zoek 9A, 9B. Maar ja. Vroeger is dit toch... Ja. Wat was de VU? Ja, dan brachten de boeren de melk her en dan brachten ze voor de meel, hè, voor de meelmalen. Waar staat zoiets als de boerenbond vroeger? De boer, ja. Ah. Maar dan hebben ze een pij en ja, vooral hebben ze van die vuus, hè. Ja, maar dit is toch wel een van de... Je gaat de ganse provincie door, mevrouw. Dit is toch wel een van de mooiste... Voilà. Vuus. Ja. Ja. Hoe lang woont je hier al? We wonen hier pas 7 jaar. Maar in 1970 hebben ze dus van de VU 2 huizen gemaakt. Maar hier de buren, die wonen al sinds ze getrouwd zijn, altijd hoor. Oh, ja, dat hadden we aangebeld, maar dat deed niet meer zo. Nee, en ging die mannen op, hè? Maar ze zijn wel dadelijk thuis. Wat dadelijk? Frans, ja, kwart voor 1. Dan komt het tussen de middag nog eens eten, dus dan zijn ze thuis. Het ziet er goed als een half museum wat die ervan gemaakt hebben, met allemaal... Ja, dus ben ook heel erg leuk. Ja? Ja, ik mag ook binnen kijken, maar... Serieus? Ja, ja. Ja, mag dat even? Ja, ja. Die kans krijgen we zelden. Kom maar binnen. We zijn toch dus aan. Weet je wat ik nou zo leuk vond? Ja. Ging gewoon naar de voordeur toe en dan huurde ik zo, joehoe. Ja, dat doe ik altijd. Dat je altijd? Want dat is altijd een stukje wat daar gegeven. Oh, wat leuk. Zo van, ik ben een aantocht. Ja, en dan langs denk ik ze gewoon behalen, want ze komt nog eens niet op doen. Erg leuk. Nou. Je moet best kijken nu, hè. Wat is er oorspronkelijk nog aan het... Ja, al die balken, hè. Maar ook de indeling? Ja, ik weet het dus, we hebben een balentekening. Er is wel veel veranderd, want we hebben nog een grote kelder en daar hebben ze nog stukken... Dus, ja, kom maar. Toen steeds het biljart? Nee. De kleinkinderen neem ik aan. Kijk hier, dat trapje. Dag, meneer. Dit is, ja, dit worden de kleinkinderen. Dit trapje, dit is dus nog van vroeger. Maar voor de rest hebben we het toch wel een beetje opgekomen. Ik ga de kelder hebben. Je gaat de kelder in? Ja. Hier is de kelder, dit is nog allemaal nog van vroeger. Maar ja, dat is wel natuurlijk allemaal netjes op. Wat gaat je in de kelder doen, meneer? Ik moet het eten pakken. Wat gaat je eten pakken? Moet en de appel hebben, als je wilt. Een appel? Nou! Oh, wat ruikt het hier lekker. Wat ziet je het maken? Ik ben gehaktballetjes. Oh. Dat is meestal de kast voor. Wat weet je? Ik moet ze even omdraaien, want het brandje is niet aan. Dat is de kast voor? Voor zo'n zes. Oh, maar die maak je op dinsdag al? Ja, nee. Ik kijk nu net nog wat voor dinsdag op gewoonte is. En zien die maar verocht wie die gehaktballen? Nou, dat is voor 2 dagen. Voor 2 dagen? Ja, ja. Wat kom je dan vandaag? Bloemkool wie? En morgen denk ik slaan. Wat is het geheim van een goede gehaktbal? Daar zitten 2 beschuiten in. Ja. Een eitje. En een lekker gehakt, hè. En een ui, klein gesneden. En gebroek je half om half of... Half om half. Half om half. Ja, ja. Anders wordt het te vet. Wat bleef? Is het toen zo gekoken? Ik draai ook wel eens een melk, hè. Dankjewel. Ja, maar mijn vrouw draait lekkere ballen dan ik. Ja, ja, ja. Ja. Verschil, ja, het is net voor de talenten liggen, hè. Verschil met ons in, hè. Zo is dat. Dat gedeelte hebben we dus aangevoed. Het wordt niet, hè, wie we hier komen wonen. Niet de meteen of ander, maar dit is toch een royale woonkamer? Ja, maar ja. We hebben dus kleinkinderen en kinderen. En als die allemaal 9 maanden komen eten... Ja, dat ging dan niet, hè. 9 man? Ja, dan zijn we met ons 9. Dus toen hebben we dat aangeboden, hebben we dan met ons 9 kinderen eten. Maar ik zocht maar 3 kleinkinderen op de foto stonden. 3 kleinkinderen en onze eigen kinderen. Dus dat 2 stuks?
Ja. Ja. De zoon en de dochter. Oh ja, daar had ik de Peter Kelderdeur, toch? Dat is de foto. Och, dit zien ze ook allemaal. Ja, ja. 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 Oh, nou zie ik ook dat de grootste van de kleinkindjes... Dat is de zoon en dat is de zoon. Dat is de dochter. Maar die heeft natuurlijk zijn uiterlijk van de man meegekregen. Ja, ja. Ja. Want waar liggen de roots van de schoendochter dan? Die kent de Oijers, uit Indonesië. Oh. Ja, ja. Maar ze is hier in Nederland geboren. Ja. Ja, en die is achter de tuin. Oh, kijk, is ook heel erg leuk, vind je weer. En die jongen is een kelder. Wat bleef? Die jongen is een kelder. Ja, wordt geen net de appeling gehaald. Nee, maar er is nog een kelder. Ik heb vroeger gehoord hier een bron, waterbron. Ja. Die ligt er nog, maar die is gedempt. En die werd die aangesloten. Nee, dit wordt een koel. En toen kwamen de boeren met het meel. En daarom is ook die trapjes. En met ker en paard. En dan werd het. Dat was met laden en lossen was dat. Ja. Veel te malen. Ja. Ja. Veel te malen, maar waar was dan het water uit de bron van nu? Ja, dat was het hier. Dat heeft dat aan, hè. Ook op de fiets natuurlijk, ja. En nee, voor melk kwam ze met melk. En dat is nu allemaal veel blijer, hè? Het gisteren wordt gewijd. Heb je er veel werk mee? Ja, dan is het mij. Voor ik ben. Oh! En dan mij, ja. En dan ga je als een koning in Frankrijk op de zetmeijer. De kleinkinderen doen dat jaren. Oh ja? Ik kan ze sturen, hè. Nou, hier worden twee garages en daar hebben we dus een biekwekker en ik doe een schilderen. Daarboven heb ik mijn atelier. Ik zoek in de schildersezel stond, inderdaad, net door de... Ja, dat is mijn hobby. Dus dit is de garage. En dat hebben we wel allemaal mooi opgeknapt, hè? Wat voor dikkie zeg. Kijk, fietsen. Dit is de molen, hè? Die heb ik dus ook drie keer geschilderd. Ja, de molen die hier bovenaf staat, is die inmiddels kloor? Ja. Ja? Mm-hmm. Dat is ook... Dat is jongens, heb ik niet uitgevallen. Welke rommel, mevrouw? Hey. Van de garage. En dat is de Belgische Kranch. En zie je in de Maastricht, heb ze dan de boerderie van de Belgische Kranch. Hé, dat is die boerderie waar we ons net vanavond vroegen van... Kunnen we doorkomen? Kunnen ze doorkomen met de wagen? Oh, maar dan kent ze even uit Steven Zwiert, kent ze met de wagen niet komen. Dan moest ze eerst nog bel sturen. Ja, hier. Bij het Tegeluuske. Bij het wat? Tegeluuske. Ja, weer gewoon met de fiets. Weer op een laag. Hebben neert en zo die kant. Dan komt ze bij het Perlenveert dat door. En dan rechts gaat ze naar Tegeluuske en links gaat ze naar de andere kant. Maar wat is het Tegeluuske dan? Dat is, kent ze eten. Restaurant, daar doen ze zeer lessen geven en zoiets. Ja. Maar de naam Tegeluuske, heeft dat ook nog iets met vroeger te maken? Sous-vide de vuur? Denk het. Vroeger kon ze met verbruggen naar de buitenkant, maar dat hebben ze weggedoopt. Oh. Ja. Wat is het dichtstbijziende? Is dat in Oijenlaag? Nog Kenrooy? Oijenlaag is met fietsveer? Is met fietsveer, ja. Maar is dat je bedoelt een volwaardig pond, is hier. Vroeger ook een ver. Daarom is dan ook dat is waar, helemaal. Dat huisje, dat allemaal, dat is nog zo'n huisje, dat noemen ze het wachthuisje, waar de grenspoort staat. Daar kozen ze dus naar de andere kant. Maar via onze titel. Maar dat was het wachthuisje voor als ze op het pont moest wachten. Ja. En dat staat er nog? Ja. Dat is tenminste een hangplek voor de jeugd of zo. Of kent ze dat nummer? Nee, dat heb ik ook. Oh, dat is bewoond. Dat is bewoond, ja. Dat is een vakantiehuisje. Ja, oh, en de weekend denk ik zo. En dat wordt dus gewoon, hè, ik heb de ganse maas. Hé, maar nou ziet je, je ziet nog gezond. Mm-hmm. Gelukkig wel. Gelukkig wel. Ik zoek door de voetelfietsen stond, dus fietsen doet je ook hier. Mm-hmm. Hier zitten nog altijd trapjes in het moes, hè? Jojo. Hier een trap, naar de tuin een trap, naar de kelder een trap, als ik naar de toilet moet een trap, heb trapjes, en naar boven. Gelukkig is het nog goed. Met 30 jong. Ja. Trappenlopers gezondje. Maar dan zul je ook mensen zien die zeggen van dit is niet levensloopbestendig. Zoals ze dat tegenwoordig noemen. Ja, als het zo is, dan kijken we wel. Ja. Jojo.
Je woont in Sevenjoor, hè? Ja. Was dit nou een van de meest gewilde panden van het... Van, nou ja, Steven Zwiertels in Wamier boeien. Ja, we hadden hier gebed, hè. Mijn oma, die hebben die paar hoeze vader gewoond vroeger. En die mensen die wat hier gewoond hebben, dat horen weer vroeger. Heb Pieter met samengewerkt. En oh, dus je had dan een soort van crewwagen. Je koos die mensen die hij... Ik had hem een koortjes getoven. Nee, getoven. Die mevrouw die hier woonde, die is gestorven. En daar hoor ik ook met op yoga samen. En ja, dat trok ons gewoon heel erg. Dus, ja. En zijn broer is A-nummer. En Tummerman en leraar aan de school. Ben je zijn broer? Nee, zijn broer. Hij heeft me gesteld met haar. Dat moet je kopen en het verboeien gans. En dit het gans verboed. En die had natuurlijk al gans op zijn netvlies stond van wie ja. Het moest weren en zo. Ja. En, maar je moet je indenken, dat worden hier dus twee garages. Die worden dus, hoe ze de vijf kwas aan de moer hadden dus er wordt een look, die wordt geen vaste trap, die wordt niks. Boven wordt de doeventil. Vind je? Ja. Dus we hier nu schilderen doen en voor de kinderen spelen en alles, hè. Dat horen doeventil. En onze Rudy, die er vandaag niet bij is, die zegt altijd van hupse doeven, dan hupse ook stronsch. Ja. Was dat ook in de doeventil? Die komen nu nog terug, die doeven. Oh. Ja. Die zijn naar Barcelona geweest. Ja, ze moeten vermijden voordat dat nachtkostuum maken. Ja. Ja, ja. Hoe lang heb je in de rommel gezeten? Nou, we woonden nog in het Angeroes. En toen ondertussen is hij met een oude A-nummer alles kon opknappen. Hè. Dus we zijn er eigenlijk komen wonen bij het binnenklauwen. Alleen de aanbod moest nog. Toen zijn we komen wonen. Maar ik neem aan, want het ziet er overal allemaal super netjes uit. Ik neem aan dat vrouw G. blij wordt toen het klaar was. Ja, we hebben nog een keer in de week de kleinkinderen. En dat ging allemaal gewoon door, hè. Ja, ja. Dus ze woonden in de buurt? Ja. Onze zoon woonde in Eich en onze dochter woonde een paar straten verder. De kleinkinderen, één is 8 en de andere wordt 11, of is net 11. En we hebben een in Eich van 15 jaar. En zo hebben we dus al dat tijd op de kleinkinderen. En wat eten de kleinkinderen het liefste als ze bij oma zien? Haarballen? Nee. Broodworst. Buurtkes. Ja. En oma saus. Saus, want de mama van je eet, die kijkt naar de lijn. Dus ze maakt niet eens zo. Ja. Bij oma is het altijd lekker. Ja.